Voor jullie van Woutshop.nl. Dit is een webshop die me laatst heeft gemaild en me wat dingen heeft opgestuurd. Als eerst, sorry, ik ben heel erg verkouden. Waarschijnlijk hoort het ook wel een beetje, aangezien ik nog wat door mijn neus praat. Ik zit ook de hele tijd mijn neus op te halen en het is super irritant. Sorry daarvoor. Ik wou dat het anders kon, maar helaas. Ik heb dus wat dingen binnengekregen van Woutshop.nl. Dit is een webshop die van alles en nog wat verkoopt. Ik ben vooral veel sieraden tegengekomen. Ze hebben ook onder andere telefoonhoesjes. Het is allemaal heel erg goedkoop. Of in ieder geval, het is gewoon goed betaalbaar. Wat ook heel erg chill is, is dat ze gratis verzending hebben. Ik heb heel vaak dat ik dan dingen ga bestellen op een goedkope website. En het allemaal super cheap is. Zodat je uiteindelijk bij de verzending komt en er 8 euro verzendkosten bij komt. Zo van, why? Dus ja, dat is hier dus niet het geval. Dat is echt super chill. Ik heb gewoon gezegd dat we er van alles en nog wat bij konden doen. Ik hou er van om me graag te verrassen, dus voor mij is het ook een verrassing. Laten we gewoon beginnen. Ik kom als eerste dit grote pakketje tegen. Het ziet eruit als een broek. Ik wist niet dat ze kleding verkochten. What? Oh, ik snap het al. Dit is een legging, maar het heeft een print van een normale spijkerbroek. Oké. Nou, dat is best wel apart. Zo kan je het wat beter zien. Hier zie je echt duidelijk dat het gewoon een spijkerbroekprint is. Leuk detail ook deze hartjes en sterretjes. Die zitten hier trouwens ook op de achterkant. Het is gewoon echt een, ja, het lijkt op een spijkerbroek, maar het is een legging. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf eigenlijk nooit leggings draag. Ik voel me daar gewoon niet heel prettig in. Maar het is misschien wel een keer leuk om ergens onder te dragen. Ik kan het proberen te combineren. En leggings zijn ook altijd heel fijn om onder een broek te dragen, vooral met dit koude weer. Dus ja. Leuk, apart. Nog nooit eerder gezien. Dus hier ben ik blij mee. Dan kom ik 2 armbandjes tegen. Dat zijn deze. Ik noem ze altijd Jezus armbandjes. Want dat is het geloof hierop. Ik weet niet zeker of ze zo heten. Maar ik noem ze in ieder geval vaak wel zo. Zo zien ze eruit. En er zijn dus allemaal plaatjes van het geloof zelf. Ik vind ze vaak altijd echt heel erg mooi. Ik doe ze meteen om. Ik heb ze wel eens eerder gehad, maar toen was ik ze allemaal kwijtgeraakt. Vraag me niet waarom. Dus ja, ik ben er blij mee. Ik vind het altijd heel erg leuk. En voor degenen die het afvragen, ik geloof. Dus ja, ik zal deze armbandjes zelf persoonlijk niet dragen als ik niet geloof. Maar dat doe ik wel. Voor degenen die nieuwsgierig zijn. Oké, het volgende. Ik zie hier een zonnebril, een witte. Nou, nu helaas nog niet nodig. Maar misschien later voor de zomer. Dit is hem. Oh jongens, ik heb echt geen zonnebril beloofd. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Op zich, hij is ook best wel zwart. Sommige zonnebrillen die zien er leuk uit, maar die beschermen helemaal niet goed. Maar op zich heeft deze dat wel. Hij is alleen wel wat groot. Ik weet niet of je dat goed kan zien, maar ik heb echt een smal hoofd. En ja, zonnebrillen zijn voor mij vaak al te groot. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. En ja, ik had eigenlijk ook wel een nieuwe nodig. Ik weet niet of ik hem echt zou dragen in de zomer, maar leuk vind ik hem in ieder geval wel. Dan kom ik 3 Infinity ringen tegen. Dit zijn ze, een zwarte, een gouden en een zilveren. Ik zal ze er anders wel even uithalen. Dit is de zilveren met dus het Infinity teken. Oh, hij past. Oh, dat is echt een wonder, aangezien ik super dunne vingers heb. Oh, ik vind hem echt gaaf. En de gouden en de zwarte erbij. Heel mooi, alle 3 boven elkaar. Fashionable. Ik draag trouwens altijd ringen om mijn middelvinger heen, omdat ze altijd voor mijn ringvinger veel te groot zijn. Ik ga even kijken of ik ze alle 3 hou. Wie weet geef ik er nog wel 1 of 2 weg, maar dan moet je mijn blog maar even voor in de gaten houden. Dan zie ik nog een armbandje. Hopen dat die past. Het is zo te zien gewoon een zilver armbandje met kraaltjes en in het midden staat er love. Dit is een van dichtbij love, dus er staan ook nog eens van die zilveren glitters in het woord. Best wel gaaf. Kijken of die past. Iets te groot, maar hij kan ermee door. Heel erg leuk. Ik vind hem echt heel erg schattig. Hij is best wel klein, gewoon hij valt niet te veel op, niet te bling bling. Daar hou ik ook niet van. Maar ja, ik vind hem schattig, leuk. En als laatste alweer, ja, dat zeg ik goed. Oorbellen, dit zijn zo te zien ringen. Dan zeg ik heel eerlijk dat ik niet een heel groot fan ben van ringen. Maar ze zien er op zich wel leuk uit. Even kijken, oeps, ja, yeah, got it. Dit zijn ze, het zijn van die, dikke ringen zeg maar. Ze zijn trouwens helemaal niet zwaar, dat vind ik wel echt een voordeel. Als ik ergens een hekel aan heb, is het zware oorbellen. Dit zijn ze, zijn ook zilver. Ik vind ze eigenlijk wel gaaf. Misschien leuk voor een feestje een keer. Erg mooi. En dit is de hele unboxing. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
Hou mijn blogs in de gaten. Misschien geef ik hierna nog wat dingen weg. Want ik vind het zonde als dingen te groot zijn dat ik ze dan niet kan dragen. Of dat ik ze niet mooi vind. Omdat ik, ja, dat ik ze dan ergens in mijn kast achtergooi. Ik denk dat ik jullie daar veel blijer mee kan maken. Maar daar kan ik nog niks over beloven. Ik ben ook benieuwd naar de legging. Ik ga kijken of ik hem leuk kan combineren. Als jullie daar nog tips voor hebben, graag. Hij voelt wel echt heel dun. Dus ja, voor dit weer nu, dat zou echt veel te koud zijn. Maar misschien kan ik hem op een of andere manier wel leuk combineren met iets. Waar ik me een beetje comfortabel in voel. Dus laat maar weten of jullie daar leuke tips voor hebben. Daar zijn jullie altijd wel, ja, daar weten jullie altijd wel veel van, merk ik. Dit was het. Heel erg bedankt voor het kijken. Neem eens even een kijkje op de shop beneden in de beschrijving. Zal alles nog een beetje in samenvatting staan wat ik over de shop heb verteld. Als je er meer over wil weten. En bedankt voor het kijken. Doei doei!